Het afstellen van je rugzak. Hier aan de achterkant van je rugzak heb je een mooie draaglus. En dan kan je je rugzak eerst even op je knie zetten. Pak je hem over en haal je hem over je hoofd heen. We tillen hem dus niet aan onze schouderbanden. Vervolgens zet ik mijn schouderbanden los. Pak ik mijn heupband. En daarmee zet ik de rugzak als het ware eerst op mijn heupen. Nu zal je merken dat het gewicht meer op je heupen komt te staan. Maar dat de rugzak misschien nog een beetje naar achter hangt. Dan pak je de schouderbanden. Trek je rustig aan. Uitkijken voor de microfoon. En het borstbandje. Dan werk je nog even alle lusjes netjes weg. En ben je klaar om te gaan. Ter controle controleer je of je schouderband mooi over je schouders heen loopt. Deze bandjes kan je nog aantrekken om de rugzak iets meer naar je toe te trekken. Zodat hij wat meer dichter bij je lichaam komt. Nou, het is handig om de zware spullen dicht bij je rug te hebben. Zoals aangegeven in de pakinstructie. En de lichte spullen bovenop. En spullen die je niet echt snel nodig hebt onderaan je rugzak.